Ik wacht even. Ja, wacht tot zij. Zijn ze erbij klaar? Wat is de... Roy van der Weel kwam bijna niet meer uit zijn woorden van de zenuwen. In het grootste geheim had hij Piet Hein de Boer genomineerd voor een schagen compliment. Burgemeester van Kampen kwam hem uitreiken. Ja, sokken. Ja, we gaan mee. Ik wil even jullie aandacht, Piet. Vooral jouw aandacht. Ik heb iemand meegenomen. Hey, goedemorgen allemaal. Hey, wat goed dat ik hierbij mag zijn. Hi. Piet Hein de Boer, getrouwd met zijn Claudia natuurlijk, woont sinds 65 in Schagen en is zoon van huisarts de Boer. Je bent begonnen in de opleiding, naar de opleiding bij de Rabobank. Maar in de achterhoofd speelde altijd de horeca. In 2010 ben je begonnen in koffiehuis De Rikke. In 2012 heb je de koeienhemel overgenomen en in 2020 ook weer verkocht aan Roy. Nu nog dino's, voorheen wat de VEBO was. Sinds 2012 werd jij voorzitter van De Zes. In die periode heb jij heel veel bijgedragen aan het ondernemersplatform hier in Schagen. Als de aanvraag weer wat te laat was, of wat te ingewikkeld was, of als de vergunning niet goed geregeld was, kwam jij als de verbinder naar voren om ervoor te zorgen dat evenementen hier in de stad Schagen toch plaats konden vinden. Je wordt daarvoor enorm gewaardeerd door je collega's. Alleen dat zeggen ze niet altijd, maar vertellen ze wel tegen mij. Bijvoorbeeld Roy ook van de Koninklijke Horeca Schagen. Bij de gemeente is het tegenwoordig een vak apart als je een vergunning wil krijgen, zeg jij. Vroeger ging dat met een A4'tje, een gesprekje met een ambtenaar of een burgemeester, maar dat kan allemaal niet meer. En dat vraagt onwijs veel energie van jou. Toch doe je dat iedere keer weer. Je bent echt de verbindende schakel. En vandaar dat wij menen dat jij echt het compliment van de gemeente Schagen mag ontvangen. En ik wil hem je graag overhandigen, als dat mag. Nou ja, tot mijn grote verrassing heb ik net het compliment van de gemeente Schagen ontvangen. Ze bedankten me voor mijn inzet in de afgelopen 10 jaar. En dat moet nog een beetje bezinken bij me. Ja, we zaten net midden in het bespreken van de evenementenkalender, dus wat dat betreft kom je op het goede moment. We hebben eigenlijk voor het komende jaar hebben we 3 los van paasvee, kermis, popweekend. We hebben een 3-tal nieuwe evenementen ook in de kalender staan. Dan heb je het over sportief Schagen, volleybal, voetbal op de markt. We willen graag een evenement van de sterkste man van Schagen organiseren. Welke hadden we nog meer? Oh ja, Street Art Festival. Waarbij we straat voetbal, straatdans, street dance en street art. Dus eigenlijk dat gezicht op Markt 18 en het gezicht wat op het Noord gemaakt is. Om dat te combineren tot een mooi festival, wat uiteindelijk ook misschien gaat leiden tot een soort kunstroute in Schagen of aanvullende activiteiten. We willen echt wat extra's doen voor Schagen het komende jaar.